Binnen ZorgERP is een aanvraagportaal ontwikkeld waarmee je snel en gemakkelijk je artikelen en diensten kunt aanvragen. In deze productvideo laten we je zien hoe dit aanvraagproces verloopt. Zo laten we je zien hoe je een aanvraag vanuit een assortiment doet, maar ook dat je gemakkelijk via de webshop van je leverancier een aanvraag doet in ZorgERP. We laten je zien hoe je snel kunt zoeken, hoe je vlot kunt werken aan de hand van favorieten en we vertellen je hoe je verschillende aanvragen bundelt, zodat je altijd de complete set van aanvragen ontvangt. Ten slotte laten we je zien hoe je op een gemakkelijke wijze aanvragen kunt volgen en hoe je je aanvraag terugvindt. Je ziet hier het rolcentrum voor aanvragers. Dit scherm dient als startpagina voor jou als aanvrager. Laten we beginnen met een artikel uit de catalogus. Vanuit het onderdeel Acties kan ik snel een aanvraag starten. Dit is het artikelzoekscherm. Hier geef ik op voor welke afdeling ik een aanvraag wil plaatsen en waar ik het afgeleverd wil hebben. Aangezien ik alleen voor de OK aanvragen mag doen, wordt dit direct voor me ingevoerd. Met het zoekveld kan ik op verschillende gegevens zoeken, zonder hier ingewikkelde filters te hoeven zetten. Zo kan ik op het interne artikelnummer zoeken, op een kenmerk zoals een kleur, radioactief, steriel of gewicht. Verder kan ik met dit veld zoeken naar omschrijving, leverancier, artikelnummer leverancier en meer. Voor dit voorbeeld zoeken we naar lumbale naalden. Ik zoek op lumbaal. Zoals je ziet vinden we 4 naalden. Nu hoeven we enkel nog aan te geven hoeveel we nodig hebben en deze in het winkelmandje te leggen. Of deze stap over te slaan en direct te bestellen. Wij willen er 3 hebben. Voordat we de naald in ons winkelmandje leggen, kunnen we rechts in de feitenblokken een aantal zaken raadplegen. Zo zien we een afbeelding, zien we prijsinformatie en zien we of er al meer van deze artikelen in het winkelmandje liggen of aangevraagd is. Nu doe ik het artikel in mijn winkelmandje. Mijn catalogusaanvraag zit nu in mijn winkelmandje. Voordat ik daar nog ga kijken, wil ik eerst een medische lamp en onderzoekstafel bestellen voor een nieuwe behandelkamer die we inrichten. Dit doe ik direct via de webshop van mijn leverancier. Hiervoor doe ik een aanvraag webwinkel. Dit is het scherm waarin ik een webshop selecteer. Voor de afdeling OK heb ik de mogelijkheid om bij Manutan en Technische Unie te bestellen. Laten we de artikelen bestellen bij Manutan. Zoals je ziet kom ik terecht op de website van mijn leverancier. Ik zoek daar de medische lamp. En ik doe deze in de winkelwagen. Ik zoek verder nog naar een onderzoekstafel. En ik wil hier een opstapkrukje bij. Vervolgens stuur ik mijn bestelling vanuit de winkelwagen van de leverancier naar ZorgERP. Op mijn rolcentrum zie ik naast de acties mijn winkelmandje. Daar staan nu een aantal artikelen in. Je ziet hier het overzicht van wat er in het winkelmandje zit. Zo zie ik de onderzoekstafel en het opstapkrukje. Voordat ik deze aanvragen indien, wil ik aangeven dat dit bij elkaar hoort. Ik heb immers niets aan een opstapkrukje als de onderzoekstafel niet bezorgd wordt. Door op bundelen te klikken wijs ik een code toe aan de regels. Deze aanvragen gaan samen door het goedkeuringsproces en komen samen op 1 inkooporder. Ik verwacht in de toekomst meer van deze naalden te bestellen. Ik wil deze daarom toevoegen aan een favorietenlijst. Met favorieten kan ik zelf bestellijsten maken en artikelen sneller terugvinden. Ik voeg de naald gemakkelijk toe aan de favorietenlijst met de knop en het lint. Vanaf het rolcentrum kan ik aanvragen vanuit de favorietenlijst. Vanuit het winkelmandje kan ik verder notities en bijlagen toevoegen. Indien gewenst worden deze meegenomen naar de inkooporder. Ten slotte wil ik alles bestellen. Mijn aanvragen kan ik terugzoeken. Hiervoor heb ik een functie op mijn rolcentrum. In dit scherm zie ik mijn aanvragen terug, inclusief de aanvraagstatus. Bovenin kan ik eenvoudig filteren. Ook het zoekveld is hier weer beschikbaar.
De onderste vier regels zijn onze aanvragen van zo net. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik je een goed beeld heb kunnen geven van enkele basisfunctionaliteiten in ons aanvraagportaal. En hopelijk kun je aan de hand van deze video zelf je eerste aanvraag doen.